Goedemorgen iedereen en welkom bij alweer een nieuwe webinar van Lab9 Pro. Zoals jullie misschien al weten, ik ben Zeno, Marketing Manager bij Lab9 Pro. En Adobe heeft sinds Adobe Max enkele nieuwigheden voorgesteld binnen hun illustratiepakket Adobe Illustrator. Misschien hebben jullie enkele zaken al gezien afgelopen week, dinsdag, tijdens ons After Adobe Max event over de nieuwigheden die daar werden voorgesteld. We hebben daar Illustrator niet specifiek toegelicht. Het waren eerder andere pakketten. Dus vandaar de webinar die vandaag wordt voorgesteld. Dus vandaag stellen we enkele nieuwigheden voor binnen Adobe Illustrator om terug sneller en efficiënter te gaan werken op je Mac of PC en iPad. Want dat laatste, het werken in Illustrator op iPad, is nieuw. En uiteraard staan wij hier vandaag bij stil om jullie een demo te geven van hoe werkt de applicatie op iPad, hoe gebruik je die het best en ook welk toestel komt hiervoor in aanmerking en wat heb je nodig om Illustrator optimaal te gaan gebruiken op je iPad. Power tips en tricks in Adobe Illustrator voor Mac en iPad wordt je vandaag gepresenteerd door Tom Moelaert. Jullie kennen misschien Tom reeds, maar hij heeft vandaag terug een rugzak vol tips en tools mee in Adobe Illustrator. Tom is ook onze Adobe Trainer en Application Specialist bij Lab9 Academy. Vandaag nemen we terug ook de webinar op, zodat jullie achteraf zaken kunnen herbekijken, mochten jullie niet live kunnen meedoen, want sommige dingen zijn ook wel versneld. We hebben niet alle tijd, we hebben een goed half uurtje om alles te tonen, maar zo kunnen jullie achteraf alles herbekijken. Tegen deze avond mogen jullie dan deze opname ook in jullie mailbox verwachten, zodat jullie dit weekend volledig kunnen losgenen in Adobe Illustrator op jullie iPad of Mac. Mochten er vragen zijn tijdens de webinar, stel deze dan gerust in de Q&A. Dan kunnen we deze tijdens of na de webinar beantwoorden, want wij zullen ook enkele vragen selecteren om ook live te gaan beantwoorden door Tom. Ziezo, mijn introductie zit erop en dan geef ik graag het woord aan Tom Moelaert. Veel succes, Tom. Dankjewel, Zeno. Welkom iedereen vanuit het zonnige Kortrijk. Ik ben Tom, ik werk sinds enkele jaren bij Lab9 Pro als training en application specialist. Ik ben certified expert, onder andere in Illustrator. Dus dit draagt zeer hard mijn interesse weg. Ik ga eens even een kleine presentatie geven, maar het gaat heel kort zijn, want ik heb heel veel demo-materiaal. Maar Adobe Illustrator, op de laatste Adobe Max, is er de belangrijkste nieuwigheid was dat Illustrator naar de iPad is gekomen. Ik ga daar een aantal dingen in tonen. Ik ga beginnen met een aantal dingen op de desktop-applicatie te tonen. En dan gaan we naadloos overschakelen naar de iPad. Ik heb heel veel tips en tricks voorbereid. Ik moet mijn tijd zeer hard in het oog houden, want dat ik die op tijd afbreek, want ik wil zeker wat dingen op de iPad laten zien, want het is fantastisch. Maar Adobe Illustrator is de tool om vectoren te manipuleren. We weten dat allemaal. Maar dat is meer dan alleen maar de pen-tool. We hebben daar 1001 tools in Illustrator. We hebben een zeer uitgebreid toolspaneel waar we vectoren mee kunnen gaan manipuleren. Er zijn gigantisch veel handigheden in Illustrator waar dat we tijd mee kunnen besparen. En ik vind dat soms jammer dat die soms weinig gekend zijn. Vandaar dat ik u een aantal dingen wil delen. En het resultaat is altijd scherp en schaalbaar, maar dat weten wij. Dus dan is het nu demo-tijd. Create new. Ik ga een A4 nemen, ik ga die liggend maken. En het eerste wat ik had voorbereid was eigenlijk, kijk, pas uw Illustrator document, uw standaard document aan. Want als we een rechthoek tekenen, een cirkel tekenen, weet ik wel wat, heeft dat altijd een witte vulkleur en een zwarte lijnkleur van een bepaalde dikte. Stel dat je zegt, van ik wil altijd mijn volvlak beginnen zonder een lijnkleur, dan moet je dat oplossen, dat kan je oplossen door onder Window naar je Graphic Styles te gaan. Hier zijn ze, bij mij staan die open. En de eerste is de default. Je ziet dat ook aan het icoon. Even inzoomen. Je ziet dat ook aan het icoon. Dus als ik nu wil dat elk default instelling voor een nieuwe kader, bijvoorbeeld zwart is, zonder een lijn
kleur, dan neem ik dat vast, ik sleep dat daar naartoe en ik laat dat met de option daarop vallen. Dan is dat geherdefinieerd. Dus als ik nu een ellips teken, dan heb ik die klaar. Goed. Ik ga hier eens een achtergrondje tekenen. Ik ga naar mijn eigen werkruimte gaan. En ik ga die mooi opruimen. Dan zitten we aan mijn eigen werkruimte. Ik ga dat wat lichter zetten. Command 2 om dat op slot te zetten. En ik wil nu een plannetje gaan tekenen. Dan zou het handig zijn om op voorhand al een aantal dingen te definiëren. Namelijk, ik ga daar een weg op tekenen en die strook gaat in het wit zijn en dat gaat een dikte hebben van 20 punt. Ik heb ook nog een belangrijkere weg en dat gaat ik ga dit 30 maken en ik ga dit 12 punt maken. Ik ga wat grasvelden hebben. En dat hoeft geen lijn te hebben. Ik ga daar een groen aan toekennen. En ik ga een aantal gebouwen hebben. En die gaan donkergrijs worden. Alright. Nu, ik heb dat op voorhand daar klaargezet, want dan kan ik zeer snel van uitzicht gaan wisselen. Als we een plannetje gaan tekenen, dikwijls zetten we daar een Google Maps achtergrond achter of zo, en dan haalt iedereen zijn pentool boven. Ik vind de pentool fantastisch, maar ik vind de pencil tool en met het keyboard eigenlijk nog veel fantastischer. En de meeste mensen zeggen dan van, ja, maar ja, dan heb ik precies getekend als een kleuter met veel te veel ankerpunten en scherpe hoeken. Je moet de moeite nemen om de pencil tool te definiëren. Ik ga even afklikken, dubbelklik hierop en ik ga dubbelklikken op de pencil tool en ik ga dat op smooth zetten. En ik ga hier zeggen, de option key, de alt op de pc, gaat de smooth tool, om dingen smoother te maken, ook gaan activeren. Dan ga ik de smooth tool er ook even bij nemen en die ook op smooth zetten. Dus als ik nu met de pen tool gewoon een weg teken, dan gaat hij gewoon nu op dit moment naar mijn default-instellingen kijken en zeggen van, ah, het is een witte vulkleur, maar het is een lijn, dus we gaan geen vulkleur geven. En geen lijnkleur. Maar als ik op voorhand, ik heb die dingen daar speciaal gezet, iets selecteer, dan gaat hij die uiting opslorpen. Dus ik ben nu mijn weg aan het maken. En nu, in dit geval, dat wordt een belangrijkere weg. En zo verder en zo voort. En de pencil tool is fantastisch, want je kan nog altijd dingen gaan herleggen als dat geselecteerd blijft. Dat staat ook bij, zit bij in die opties, namelijk edit selected path. Als ik daar nu een grasveld wil gaan maken, dan ga ik dit aanduiden. En dan gaat dat aanvankelijk niet lukken. Ik geef het u al mee op een blaadje. Dan gaat dat niet lukken. Want hij zegt nu van, ja, maar ja, ik zat hier met je maakt een gesloten pad, dan moet dat geen lijnkleur hebben. Als ik mijn pencil tool verder definieer en zeg, vul nieuwe strokes op, dan kan ik dat gewoon aanduiden en nu mijn grasveld hier gaan maken. Puur op basis van wat ik zie op mijn Google Maps ding. En ik kan dat hier nog wat gaan bijsturen. En uiteindelijk ga ik nog altijd wel mijn pen tool pakken, maar 90% van wat ik nodig heb, is al klaar. En mijn wegen, als je daar een klein beetje mee oefent, als dat op smooth staat, dat gaat supergoed. Dus daar kunnen we mee verder. Dan had ik een tweede ding voorbereid. Dat was een monster. Dat kan ik ook zeer snel tekenen. Ik ga een nieuw artboard maken. Dus ik ga hier zeggen, artboards. En ik ga dat er hier bij zetten. Oké. En ik ga ook een nieuwe laag maken. Dan kan deze laag op slot. En dan tekenen we in de nieuwe laag mijn artboards, een nieuw artboard. Ik ga er al voor zorgen dat die verder uit elkaar
elkaar komen te staan. Ik ga zeggen dat daar zeker 60 mm tussen mag zitten. Excuseer. Dan mogen we dat uiteraard niet op slot zetten. Dan hebben we wat meer plaats. Dan kan laag 1 dicht en vast en uit. Dan werken we nu op laag 2. Ik had daar een monster getekend. Dus ik ga dat even opnieuw doen. Ik ga hier mijn monster beginnen tekenen. En ik ga dat doen met basic shapes. Zoveel mogelijk. En je ziet ook, hij heeft dat grijs nu overgeërfd van hetgeen dat ik laatst heb geselecteerd gehad. Dat was mijn achtergrond. Dat gaan we slimmer aanpakken. Ik ga dit hier op deze manier plaatsen. Ik ga dat afronden. Dit mag ook afgerond worden. Dan mag een klein beetje hoger. Ik ga deze naar daar verplaatsen. En die mag nog naar de andere kant. Dan ga ik die flippen. Hier roteren. Flippen. Voilà. Met de reflect tool. En dan zitten we nu gebeiteld. Dit is niet de tip voor alle duidelijkheid. Ik ga even nog een beetje verder aanbouwen. Voilà, dit wordt mijn monster. Ik heb nog een mond nodig. Ik ga even in outline-modus en zie ik wat er gebeurt. Oké, ik heb nog een mond nodig. Ik ga die manipuleren. Ik ga die even een andere kleur geven. Dit is de eerste tip, namelijk... ik ga hier zeggen van, kijk, ik ga dat met envelope distort, make with warp. Die mag in de andere richting lachen. Of nee, het wordt een monster. Oké, goed. Even command Z doen. Eerst mijn hoeken hier afronden, want dat die mond mooi. Dus object, envelope distort, make with warp. Dat mag een klein beetje meer. En ik ga daar nog twee ogen op maken. En één groot oog. En één klein oog. En ik ga dit allemaal even selecteren. En met mijn pencil tool weer opnieuw ga ik die wat haar geven. Mijn eyedropper. Dan is de eerste tip. Als je dan nu wil gaan... ik ga deze daar zetten. Zo. Als je dat nu wil gaan samenvoegen en gaan uitknippen en weet ik veel waar en zo verder enzovoort, ga dan niet uw Pathfinder erbij halen. Selecteer dat gewoon en neem uit uw toolspaneel de Shape Builder tool. Je hebt gezien, de haar, dat zijn geen gesloten paden. Maar nu kan ik hier toch met de Shape Builder tool geselecteerd een kleur gaan kiezen. Alles selecteren. En dan kan ik hier dingen gaan samenvoegen. En mijn ogen gaat hij zo laten voor wat is. Dus ik kan daar gewoon over slepen en gaan samenvoegen. En hier, dit stukje... Met mijn option kan ik dat gaan weghalen. De tweede tip, wat was dat? Dat is veel interessanter nu, want ik kan nu even de ogen selecteren. Dan mag mijn Shape Builder tool in het wit komen. Even dit hier. Dan ga ik mijn ogen hier samenvoegen. Dadelijk ga ik daar nog wel een pupil in plaatsen. Maar mijn tweede tip, wat was dat? Hier, die mond, dat is hier nu nog een envelope distort. Ik ga die expanden.
edit, object expand. En degroeperen. Tweede tip is hier onderaan in het toolspaneel hebben we zo een drawing modus. Daar kan ik dan kiezen voor draw inside. Dan ga ik daarin tekenen. Daar moet ik zelfs niks voor kunnen. Dus ik ga nu mijn... ik ga een rectangle nemen. Ik ga die naar wit plaatsen. En ik ga die hier plaatsen. En dan worden die zijn tanden. En ik ga die afronden. En ik ga die één keer hier en één keer hier plaatsen. Ik ga die een klein beetje roteren allebei. Hij heeft eigenlijk aan de achterkant voor mij een clipping mask gemaakt. Dan ga ik beide selecteren en dan ga ik hier zeggen object blend, make blend. En dan kan ik hier met de blend tool het aantal stappen nog gaan aanpassen, zodat ik een gevuld gebied heb. Draw inside. En dan voor de armen, die kan ik nog altijd gaan manipuleren en nog een iets andere houding gaan geven, want dat is nu nogal statisch. En voor de benen, dan kan ik hier mijn monstertje gaan selecteren. En onder de Free Transform Tool hebben we de Puppet Warp Tool. Nu zit hij daar zelf van die punten en dat wil ik niet. Dus ik ga hier zeggen... Papapam, ik zie het er even niet in mijn... Select all pins. Dan kan ik die gaan deleten en dan kan ik nu zelf mijn pins gaan positioneren waar ik wil. En dan kan ik nu tegelijkertijd de linker en de rechterarm selecteren bijvoorbeeld. En die een beetje gaan positioneren. En dan nu enkel even afklikken. Even een ander pinnetje selecteren en dan terug naar daar. En dan kan ik deze, en als ik dit dan vastzet, dan kan ik dat toch nog wat gaan manipuleren. Dit gaan we ook vastzetten. En dan kunnen we ons monstertje wat gaan manipuleren. En je hebt dat waarschijnlijk daar straks al gezien, maar ik ben een aantal keren eens even gaan kijken in outline-modus, dus onder View, Outline. Stel nu dat je zeer pixelperfect of zeer vectorperfect aan het werken bent en je moet dingen op elkaar mikken. Dan zoomen wij gigantisch in, maar dan zien we het resultaat niet meer. Dan ga je naar Window. New Window. Nu hebben we twee keer hetzelfde document. Dan ga ik nu zeggen Arrange, Tile. Dan komen die naast elkaar te staan. Dan kan ik hier ingezoomd werken. En al wat ik doe, kan ik aan de andere kant zien. Dus... Ik kan nu even... Ik zie dat daar live gebeuren. Ik kan mijn vector nog gaan manipuleren als ik dat wil. En deze vector nog gaan manipuleren. Deze vector gaan manipuleren. Nogmaals mijn excuses dat ik mijn document ben kwijtgeraakt. Maar, ça va. Het is 20 na. Ik heb nog even tijd hier en dan gaan we naar de iPad gaan. Nummer 3, een derde artboard. En, ik ga een derde artboardje maken. Een derde artboard, dan gaan we daar naartoe. Voilà. Terug uit outline-modus gaan. Nummer 3. Wat wou ik hier maken? Ik wou hier een nieuwe laag ook weliswaar. Een nieuwe laag maken. Ik wou hier een bloemenlandschap maken. Dat mag naar achter. Ik ga daar een gradient van maken. En dan ga ik hier deze kant van de gradient even in CMYK plaatsen. Die mag zo en deze kant van de gradient. Die mag ook even in CYK plaatsen. Die mag wat donkerder. Voilà.
Voilà. Mijn gradient tool. Dat wordt mijn landschapje. Terug de pencil tool, want dan kan ik hier van mijn recht graslandschap dat maken. Goed. Ik ga een bloem tekenen. Ik ga daar een andere kleur voor kiezen. Laten we zeggen een mooie roze bloem. En ik ga hier de onderste ankerpunt selecteren en hier zeggen van kijk, jij moet omgezet worden naar een recht, naar een scherpe hoek. Deze twee ankerpunten mogen weg. En dan heb ik hier mijn bloem. Ik ga die een klein beetje manipuleren. Hiervoor gebruik ik dan wel de klassieke pen tool toestanden. En dan kan ik die blaadjes, dat was niet de tip voor alle duidelijkheid, gaan dupliceren en gaan herhalen. Want de rij van Fibonacci, daar zit 13 in en die komt terug in de natuur. Dus 360 graden gedeeld door 13 van onderuit. En dan heb ik 12 kopijs nodig en heb ik een bloem. Wat is wel de tip? Dit is zeer lastig, want als ik dit in outline-modus ga bekijken, is dat maar één ding. En als ik dat vastneem, dan heb ik hier maar één objectje vast. En niet alle 13, geen groepje. En ik kan dat daar wel selecteren door daarnaast te klikken. Hier, ik kan daar wel grijpen. Maar ik heb toch nog altijd dat één objectje dat we geroteerd hebben en dat we gedupliceerd hebben. Nu wil ik eigenlijk gans die bounding box zien. Ook voor dingen op te kunnen gaan uitlijnen en zo. En daar hebben we het mee gezegd, want ik wil daar bijvoorbeeld een mooi center, een bloemknop in. En ik kan dat dan wel gaan uitlijnen hier met mijn smart guides, maar dat is moeilijker dan alle twee te selecteren en mijn align tools gebruiken. Dit zit enkel niet in het properties paneel, niet in het control panel. Dit zit enkel diep verborgen in het align paneel en nergens anders. Namelijk, als we nu daar gaan en zeggen, kijk, gebruik ten allen tijde de preview bounds. Kijk wat er gebeurt. Ik selecteer mijn bloem en ik heb mijn volledige. En dan kan ik nu gaan zeggen van kijk, ik wil dit leading maken en ik wil dat gaan uitlijnen op elkaar. Dat is de tip. Het dupliceren en hoe maak ik bloemen en hoe maak ik daar een boom mee. En ik gebruik dat voor zeer veel dingen. Ik gebruik dat ook om bijvoorbeeld zo van die laurier kronen te maken van met 50-jarig bestaan. Dat leggen we jullie graag uit tijdens een opleiding Illustrator Advanced. Maar die preview bounce is fantastisch. En dan Global Edit had ik hier ook voor voorzien, maar daar moet ik veel te veel gaan bijtekenen, dus dat gaan we niet... Ah nee, dat valt nog wel mee. Wat veel interessanter is, nu als ik een tweede van die zo'n bloem wil tekenen, dan moet ik dat terug opnieuw gaan instellen. Want we konden wel zo dingen gaan aanduiden, dat hadden we gezien bij het plannetje. We konden dingen gaan aanduiden, maar dan konden we daar wel een vormgeving uithalen. Dit hoort eigenlijk bij uw vormgeving, bij uw appearance. Maar dat kunnen we niet zomaar rechtstreeks gaan pikken. Dat gaat wel als we het vormgevingspaneel, het appearance-paneel, gaan zeggen new art has basic appearance. Dat wil zeggen één fill en één strook maximaal. En met het appearance-paneel, met het vormgevingspaneel, kunnen we dingen gaan stapelen, zoveel dat we willen. Dat is eigenlijk een lage paneel voor objecten. En dat is zeer krachtig. En ik heb nu met de effecten in dat lage paneel gewerkt voor de duplicering. Maar kijk, als ik nu zeg, kijk, new art as basic appearance staat uit, dan wil dat zeggen dat ik een complexe vormgeving kan gaan gebruiken. Als ik nu
mijn bloemetje hier selecteer. En ik teken een driehoek. Dus ik ga even mijn polygoon hier nemen. En met de pijltjes zorgen dat ik een driehoek heb. Dan zien we dat die aan het dupliceren is. Dus dan kan ik dit hier... nu zit ik wel in de knoei, want als ik dit ga draaien, dan ga... Oké, ça va. En dan zou ik hier kunnen zeggen van, kijk, deze twee, die wil ik. Dan ben ik nu een andere bloem aan het maken. En ik ga eens even zeggen, mijn preview bounce uit. En ik zie dat er iemand een vraag heeft gesteld. En nu ben ik dus een andere bloem aan het maken. Met een andere kleur. Voilà, bij deze. En dan heb ik nu al twee bloemen waar ik van kan gaan pikken. Goed. En oké, okay, als ik die nu wil gaan schalen, dan zit ik met een probleem. Ik ga de preview bounce terug aanzetten. Dit ga ik groeperen. Als ik ga schalen, dan zit ik potentieel met een probleem. Als dat zich raar gedraagt, dan ga je in je transformgedeelte, in je propertiespaneel, of in je, moeten mijn effecten geschaald worden, moeten mijn hoeken geschaald worden. Dat kan u zeer veel tijd besparen. Ik kan nog eens even een wolkje tekenen en ik ga beginnen met een vierkant. En ik ga mijn tool predefiniëren, namelijk ik ga zeggen dat die... in het wit moet zijn en dat die geen herhaling moet hebben en zo verder en zo voort. Dus ik ga een wolk tekenen met een vierkant. Dus met mijn smart corners kan ik dat nu... En het leuke is dat dat nu eigenlijk gewoon al bijna klaar staat. Want hier maak ik nu terug een vierkant van. Oké. En dan... En wat we dan vaak doen, command 2 om de achtergrond op slot te zetten, is dat groeperen en dat een aantal keer gaan dupliceren en verkleinen. En nog wat verkleinen en eventueel terug gaan flippen. Oké. Okay. Dus ik heb hier nu een aantal wolkjes die van elkaar zijn afgeleid. Als ik er nu eentje ga editeren, dan zou ik eigenlijk graag hebben dat die allemaal geëditeerd worden tegelijkertijd. Dat is een symbool zonder een symbool van te maken. In uw propertiespaneel noemt dat Start Global Edit. In jouw controlpaneel is dat... Die knoppen lijken op elkaar, maar we hebben Select Similar Objects en Start Editing Similar Shapes Together. Nu, diegene die geselecteerd was, daar kan ik iets mee gaan doen. Die anderen zijn gehighlight. Dus als ik nu aan deze kant hier mijn rechthoekje langer maak, is dat overal gebeurd. Als ik nu aan deze kant deze hier ga editeren, en ik ga daar dan in, en ik ga daar nog een extra rechthoek, want we zijn vertrokken van een rechthoek, bijvoegen, dan hebben die dat allemaal gekregen. En ik zou daarin kunnen gaan... tweaken wat ik wel en niet geselecteerd wil hebben. Oké, okay, we zijn 30 minuten ver. Ik denk dat het bijna tijd is om naar de iPad te gaan. Eén ding wil ik nog wel meegeven. Stel dat je nog een icoon wilt maken. Zeer snel, hè, zeer snel. Stel dat je nog een icoon wilt maken en dat moet een wit icoon worden. Ik ga nu gewoon hier op mijn witte achtergrond een wit icoon tekenen. Dan gaan we dat dikwijls in het zwart wat maken. En dan gaan we dat op het einde van de rit in het wit plaatsen. Wat je kan doen om hier bijvoorbeeld jouw huisstijlkleur op de achtergrond te zetten in heel Illustrator, dat is, we kunnen het transparantiekader gaan misbruiken. Dat vinden we onder File, Document Setup.
En dan hebben we hier een transparantiekader. In klassiek zijn dat zo van die wit en grijze vlakjes. Ik ga even cancelen, ik ga dat al eens aanzetten. Als ik dan nu naar mijn document setup ga, en ik ga hier de witte vlakjes een blauw geven, en de grijze vlakjes even goed een blauw, dan ben ik in het wit aan het tekenen op een transparantiekader dat mijn huisstijlkleur is. Alright, goed, naar de iPad. Ik ga vertrekken vanuit Adobe Illustrator op de desktop. Want wat heb ik hier klaar? Dat staat wel in mijn mapje. Mijn excuses nogmaals. Dat is, ik heb een schets klaarstaan. En die schets is een ander monstertje. En dan gaan we die dikwijls gewoon plaatsen. Doe uzelf een plezier en gebruik File Place. Want dan kan je die schets aanduiden en dan kan je zeggen van kijk, maak daar een template laag van. En ga, in dit geval, ik ga dat embedden, want dat moet naar de iPad gestuurd worden. Gelinkte objecten naar de iPad gaan niet, want dan moet er een connectie zijn met mijn desktop of met mijn server. Dus ik ga dat plaatsen. En dan gaat hij dat plaatsen op een gelokte laag die een beetje uitgewassen is. Dus ik ga nu hier dit wat kleiner plaatsen. En ik ga dit saven. En dan kies ik ervoor om dit te saven naar een cloud document. Ik noem dit monster. En dan gaan we nu mijn iPad bekijken. En ik heb daar aan de linkerkant Home, Your Work. Als ik op Your Work klik, dan verschijnt mijn monster daar. Dat is eigenlijk een goede samenwerkingstool. Dat is een goede samenwerkingstool. Ik ga dat openen. Hij is daar even mee bezig. Ja, ik zit hier in een uithoek van het gebouw met slechte wifi. In het zonnige Kortrijk. Ik ga dat cancelen en ik ga al eens even een nieuw document aanmaken. Links van onder, create new. En dan ga ik hier gewoon een webdocumentje maken. En ik kan aan de rechterkant kan ik zien in welke kleurmodus dat staat. Ik kan het RGB zien, hoeveel artboards dat ik heb, oriëntatie en zo verder enzovoort. En ik kan daar een preset van maken. En ik ga dat ding al een naam geven. En ik ga hier zeggen, met mijn toetsenbordje, test. Gereed. Dat noemt test, zodat als ik dat dadelijk save, dat het ook gaat binnenkomen. Dan is de interface van de, op de iPad voelt vertrouwd aan, maar is toch een beetje nieuw. Wat kunnen we daar nu mee doen? Ik kan daar aan de linkerkant heb ik een toolspaneel. En dan hebben we bovenaan ons selectiegereedschap. Daar vlak onder ons direct selectiegereedschap. Even tonen, ik ga hier een rechthoek tekenen. En dan met mijn direct selectiegereedschap kan ik hier overslepen en kan ik mijn... Dat is mijn direct selectiegereedschap. Ik heb hier onderaan in het toolspaneel even goed vul- en lijnkleuren. En daar kan ik op deze manier, eigenlijk voelt hij heel vertrouwd aan, kleur of... En hier voor de lijn kan ik ervoor kiezen om aan de rechterkant van die widget om te zeggen van kijk, ik wil geen lijn, kleur en zo verder enzovoort. Ik heb hier mijn smart corners bij de hand als ik dat wil. En zo verder enzovoort. Wat ik zelf een heel toffe vind, of waar ik op voorhand zeer benieuwd naar was, dat was hier rechts onderaan de radial, of de repeat mogelijkheden. Ik ga een nieuw rechthoekje tekenen. Ik ga rechts onderaan bij mijn op repeat naar radial grid en spiegelen. Ik ga eens even voor spiegelen kiezen en dan ga ik mijn
lijn waar, van waar ik kan gaan spiegelen even verplaatsen. Als ik dat nu ga roteren, als ik mijn afgeronde hoeken ga maken, als ik hier ga zeggen direct selectiegereedschap en ik ga hier dingen verplaatsen, dan is dat live. Dat is handig. Daar moeten wij op de desktop veel meer moeite voor doen om, om dit gedaan te krijgen. Dit mag ook in de vuilbak. Wat ik vooral zeer handig vind, hier is de pencil tool, want ik heb hier een Apple Pencil en onderaan hebben we diezelfde smoothing. Die dat we daarnet hebben gezien. Maar hier op de iPad voelt dat zeer vertrouwd. En dan kan ik nu even die radial repeat laten zien. Even mijn selectiegereedschap nemen. Radial. En dan kan ik hier gaan zeggen van hoe vaak moet dat herhaald worden. En een aantal van die treffers ervan afhalen. Hoe groot moet dat worden? Gaan schalen. Ik moet daar geen speciale toets voor inhouden. Ik heb daar vorige keer een papegaai mee getekend. Ik ga toch eens even kijken of dat dit nu wel binnen kan komen. Ja, mijn monster is er. En nu kan ik eigenlijk gebruik maken van mijn Apple Pencil. En van, ik ga eens geen vulkleur, enkel een lijnkleur. En ik ga die lijnkleur voilà. Ik ga die lijnkleur in een andere kleur zetten, zodat ik iets zie. En nu kan ik hier zeer makkelijk mijn schets hier gaan vectoriseren. Dat ga ik even opnieuw doen. Even verplaatsen, dat mag dicht. Verder aanpikken. Als je zelf vlot met uit het pols kunt tekenen, dan is het aan te raden om dat te doen. Ik gebruik liever een schets die ik op voorhand heb gemaakt. Maar dat werkt eigenlijk redelijk intuïtief. Hè? En ik ga dit op deze manier doen. En ook hier. En je ziet, ik ga daar buiten, want we hebben hier ook een shape builder mogelijkheid in Illustrator op de iPad. Ik kan dit gaan nu, als ik dit gewoon save, dan kan ik dat op de desktop terug open doen. Dan staat dat hier bij mijn cloud documenten, AI.c van cloud. Als ik dat aan deze kant open doe, nog niet gezien. Als ik aan deze kant open doe, van zodra dat gesynct is, dan staat het daar. En dan kan ik ook hier mijn ShapeBuilder tool gaan gebruiken, die dat ik daar straks had gebruikt. Dat kan ook op de iPad gebeuren, en zo verder enzovoort. Ga daar zeker op verkenning. Ga zeker op verkenning op jouw iPad. Je hebt een volledig lagenpaneel. Je hebt een volledig transformpaneel. Je kan je precisie gaan instellen. Je hebt je shape builder mogelijkheid.
Want je hebt hier Combine All, maar als ik hier nu alles hier selecteer, dan heb ik hier ook een Shape Builder. En dan ga ik eigenlijk alles verenigen waar ik oversleep. En dan kan ik dingen gaan verwijderen. Ik ga even mijn transparantiekader opzetten. Dat zit hier bovenaan bij mijn view settings of mijn outlines. Mijn outline mogelijkheden. En mijn achtergrondlaag uitzetten. Die mag even onzichtbaar. Dan kan ik met alles geselecteerd te hebben hier mijn shape builder gaan gebruiken. En met die widget links onderaan, dat bolletje dat je ziet, daar kan je, dat is uw alt-functionaliteit. Wat hebben we hier nog? We hebben scharen, we hebben appearance gaan kopiëren, we hebben een align-paneel, we hebben dingen gaan groeperen, clipping masks maken, strokes naar outline zetten, compound paths maken, guides van maken, we hebben type on a path, we hebben geoutlined tekst. Ik heb hier eigenlijk een volledige, op een andere manier bedachte Illustrator bij de hand, die vooral zeer intuïtief werkt met uw pencil tool. Oké, dat was het wat ik had voorbereid voor jullie. Jammer dat ik mijn document niet direct vond. Ik ga terug naar mijn presentatie gaan. Want ik zou nog even een paar kleine dingen willen zeggen over onze Academy. Maar ik ga dat aan Zeno overlaten. All right, Tom. Dank je wel voor de voorstelling van vandaag. Het is natuurlijk live dat we het doen en als een file niet altijd synct. Kan het even mislopen, maar goed, je ziet de kennis van onze trainers zit heel hoog, waar dat ze eigenlijk gewoon los uit de pols jullie enkele zaken kunnen tonen. Graag wil ik nog even stilstaan bij onze Lab 9 Academy, waar Tom ook mede verantwoordelijk voor is voor onze opleidingen. Nu hebben we eigenlijk een Academy-bundel, waardoor dat je eigenlijk €50 korting krijgt per dag. Stel dat je 3 dagen opleiding neemt, onze kalenderopleiding, dan krijg je eigenlijk €50 per dag korting. Dus zo komt het eigenlijk op €747 voor 3 dagen opleiding. Naar eigen keuze, mocht je zeggen van ik wil in Photoshop gaan duiken, maar ik wil dan ook daarnaast in Premiere een opleiding volgen, kan perfect. Dat is een heel mooie formule en je kan daar meer info bij krijgen via academy@lab9.be. De Yearpass hebben we ook en we merken dat heel wat mensen die langskomen in ons opleidingslokaal meerdere trainingen willen volgen en ja, soms is het wat moeilijker of kunnen ze dat niet altijd inplannen of ook naar het budgetten en dergelijke die ze moeten aanvragen en dat lukt dan niet altijd, hebben we nu ook de Year Pass. En voor net geen €2000 kan je eigenlijk een volledig jaar onze opleidingen volgen op eender welke locatie. Naast het volgen en opleidingen in Kortrijk kan dat ook in Antwerpen. We gaan het ook starten binnenkort in Luik bijvoorbeeld, Franstalig dan. Dat is minder iets voor jullie. Maar we hebben meerdere locaties waar dat wij opleidingen kunnen laten doorgaan. Dus de Yearpass is echt een heel mooie tool of een heel mooie formule. Mocht je zeggen van kijk, ik wil veel meer opleidingen volgen, dan kan je kiezen voor een Yearpass. Wel opgelet, deze hangt vast aan een persoon en niet aan het bedrijf. Dat geef ik graag nog even mee. Dan wil ik ook nog even kort stilstaan bij onze volgende webinars. Het jaar zit er bijna op en onze webinars bijna ook, maar we hebben nog enkele webinars in petto voor jullie. De volgende is GMG Inkt Optimizer, beter drukwerk met minder inkt. Gefocust of gericht naar de drukkerijen om eigenlijk ja, kostenefficiënter te gaan werken binnen hun prepress of binnen hun offset workflow. Dus daar hebben wij een webinar over met Paul de Smet. Met volgende week, 9 december, gaat deze door. Dan hebben we nog een volgende webinar en dat is de 11 december. Dat is binnen 1 week. En dan samen met Vincent van der Meren, onze andere trainers binnen Lab 9 Academy, staan we stil binnen Adobe XD. De perfecte user interface voor het ontwerpen van websites
apps. In eender wat kan je daarvoor Adobe XD gebruiken. Een hele mooie collaboratietool ook om te gaan samenwerken. Super interessant ook deze tijden. Doordat we niet altijd samen zitten. Ik werk er ook samen aan met mijn collega marketing bijvoorbeeld, die eigenlijk een draft maakt in Adobe XD en ik werk die dan achteraf uit op onze website. En eigenlijk zit hij in Gent en ik zit in Kortrijk. Fantastisch om zo samen te werken. Dus daar staan wij ook bij stil met Adobe XD. Dus dat is volgende week vrijdag terug om 9 uur. Dan onze laatste Adobe-webinar. We zullen nog een Microsoft-webinar ook organiseren. Maar onze laatste Adobe-webinar voor dit jaar is Adobe Acrobat DC. Veel meer dan een PDF-reader. Iedereen kent Adobe Acrobat als de PDF-reader die je kan downloaden om verbeterd je PDF's te gaan bekijken, ook te gaan beoordelen en dergelijke. Maar met Acrobat DC, wat ook inclusief jullie Adobe Creative Cloud licentie zit, kan je veel meer. Het aanpassen, het opmaken van formulieren, het doorsturen, het signeren en zo verder. Daar staan we dan bij stil op 16 december terug om 9 uur. Dat zal samen zijn met Tom, die we deze webinar organiseren. Ik zie dat er intussen ook nog een vraagje is binnengekomen. Kan Adobe XD in die bundel van de 3 dagen? Ja, dat kan perfect. Dus eender welke opleiding die je ziet tussen onze kalenderopleiding, kan in de bundel van de 3 dagen. Dus in de pick and mix kan je, zoals de titel het zelf zegt, kiezen wat je zelf wil en mixen naar gelang je dat wenst. Dus een heel mooie formule. Verder hebben we momenteel nog geen vragen binnengekregen omtrent de webinar vandaag zelf, van Adobe Illustrator zelf. Ik denk dat jullie gewoon aan de slag moeten gaan met deze tools. Zeker op iPad. Ik heb er al enkele leuke dingen mee gemaakt. Zoals Tom ook zei, heeft er al een volledige papegaai uitgecreëerd. En kunt je, het zijn echt coole dingen dat je daarmee kan doen. Ik had ook nog een vraag gekregen. Wordt alles opgenomen? Ik had het in het begin van de webinar kort even aangehaald. Maar we nemen alles op en zo dadelijk stuur ik dan ook de link door met alle informatie die we vandaag verteld en gedeeld hebben met jullie, zodat jullie alles kunnen herbekijken. Want zoals je ziet, het is heel vlug gepresenteerd soms. Je kan natuurlijk ook altijd terecht bij ons opleidingslokaal, maar dan kan je ook zelf nog even gaan oefenen bij je thuis of op kantoor, mocht je nog op kantoor langs gaan. Ziezo, mochten er geen vragen meer zijn. Ik zie nog eentje van Annelies binnenkomen. Die zullen we nog even behandelen. Heb je een tip voor het gebruiken van het mesje? Dat doet altijd gewoon zijn eigen ding. Maakt zijn bochten zoals hij zelf wil. Tom, kan jij daar even verder op antwoorden? Ja, goede vraag. Een zeer goede vraag. Inderdaad, want als je de mesh-tool... Ik ga niet zeggen foutief gebruikt, maar intuïtief gebruikt. Dan is dat nogal een lastig ding. Ik ga even beginnen met een rechthoek en ik ga ook een peperachtige vorm tekenen met de penseltool opnieuw. Je merkt, ik ben daar een gigantische fan van de penseltool. Maar ik heb... Ik stond nog niet aan. Goed. Ik heb een paper getekend en ik heb een rechthoek getekend. Ik vind dat een zeer goede vraag, want als we... Ik vind dat een zeer goede vraag, want als we de mesh tool intuïtief gaan gebruiken, dan kan dat soms rare dingen gaan geven. Ik ga die ervoor zorgen dat hij geen lijnkleur heeft en allebei een vulkleur heeft. En ik ga mijn peper een rood geven, zodat we iets zien. Ik ga beginnen hier met dit. De mesh tool, wat doet dat eigenlijk? Namelijk, als je dat intuïtief gebruikt, ga je ergens klikken. En dan ga je die kruispunten die je aanduidt, kan je dan een mooie overgang gaan geven. Nu op een en je kan die dan ook gaan manipuleren als je dat wil. Maar het lastige is, nu voor een rechthoek niet, want dan maakt hij krommingen zoals we die zelf willen. Of maakt hij geen krommingen, maar de vraag van Annelies was, dat maakt altijd krommingen. Je kan eigenlijk beter jouw mesh opbouwen via object,
Waar staat hij hier, de mesh? Ik moet daar altijd achter zoeken. Create gradient mesh, hier. En dan kan ik hier kiezen over hoeveel rijen en hoeveel kolommen dat ik het wil hebben. En we gaan eens even kijken, als ik dit ga doen op mijn paper, want als ik hier zelf met mijn mesh tool in ga klikken, dan gaat die zo ergens eindigen waar dat ik niet wil dat die eindigt. En als ik ga die even dupliceren. En als ik die hier object create gradient mesh, en ik zeg hier dat dat 3 rijen, 3 kolommen mogen zijn, dan gaat die op een veel logischere plaats gaan landen. En dan ben ik nog niet klaar. Want met de mesh tool nu, met de mesh tool zelf, kan ik die ankerpunten gaan verplaatsen op een vrije manier. Maar met de shift ga ik nu enkel de verticale as wijzigen en de horizontale as blijft staan. Of omgekeerd, als ik hier met de shift mijn verticaal begin te slepen, dan gaat mijn horizontale as blijven staan en gaat die dan mooi volgen. En dan kan ik hier aan deze kant met mijn shift dat mooi in dat hoekje leggen. Dus ik denk dat daarmee de vraag beantwoord is. Ja, inderdaad, Tom. Maar ik denk dat we elkaar niet goed begrepen hebben. Want het was een mestool. Dus om dingen te sneren. Maar goed, ik vind het eigenlijk ook wel een goede tip. Want ik wist hem zelf ook niet. de mes en de schaar. Excuseer, de mes en de schaar. Hier, deze. We hebben eigenlijk er 3. Ik ga hier eerst beginnen met hier een puntje te plaatsen. Ik ga met mijn pen tool hier een puntje plaatsen. En hier ook een puntje. Dan kan ik zeggen, op die geselecteerde punten, ga hier uw pad knippen. Dat is een van de mogelijkheden. Dan heb ik volledige controle. Mijn pad is nu terug gesloten. De tweede is de schaar. Daar moet ik ook mee op een pad gaan staan. En dan ga ik daar knippen en dan ga ik daar knippen. Dan heb ik dat ook in 2 gedaan. Oké? De derde is het mesgereedschap. En het is zoals Annelies dat zegt, dat doe zo een beetje zijn eigen goesting. En dat is eigenlijk, en dat maakt dan een groep. Dus ik moet het dan gaan degroeperen, is dat mooi uit elkaar. We hebben daar eigenlijk weinig controle over. Ik kan hier met mijn pijltjes, normaal gezien, zou ik daar de bolling mee kunnen gaan. Als ik hier, waar is hij hier? Bij de arc tool zou ik met mijn pijltjes de bolling kunnen gaan instellen. Met de mes tool, met de knife, gaat dat niet. Dus je gaat effectief je object moeten selecteren en daardoor gaan. En je moet eigenlijk gaan zien van, kijk, ik wil daar beginnen. En als ik hier wil eindigen, dan moet ik daar goed naartoe mikken. En de manier waarop hij dat doet, is een beetje een raadsel. En als je dan dat pad nog wil gaan verleggen, dan is dat een raadsel hoe dat gaat lopen. Ik ga hier terug naar de onderkant gaan. Of ik ga een paar keer Command-Z doen. Ik heb hier mijn paper opnieuw. Wat ik veel interessanter vind, is om mijn pad zelf te tekenen. Laten we zeggen dat ik hier gelukkig mee ben. En dat ik hier gelukkig mee ben. Ik kan nu, voordat ik dat ga splitsen, kan ik nog altijd mijn pad gaan manipuleren. Het wordt er niet mooier op, maar dat is minder belangrijk. Dan kan ik dat selecteren en dan kan ik hier ook mijn Shape Builder tool, Shift-M, opnieuw gaan vastnemen. En dan kan ik, als ik daarop klik, ik ga even die kleur geven. En ik sleep niet over, dan ga ik dat nu mooi in 3 stukken gekapt hebben. En dan heb ik wel controle over het pad dat hij moet volgen. Is daar Annelies haar vraag wel mee beantwoord? Ik denk het wel.
Super, thanks, zegt ze. Alsjeblieft, Annelies. Super dat er even nog wat interactie was. Ziezo, we zijn een uurtje verder binnen Illustrator. En ik zou dan ook voorstellen om hier af te sluiten. Ik wil graag Tom nog even bedanken voor zijn presentatie vandaag. Vond ik terug top, zeker op de iPad. Een supergoeie meerwaarde. Ik geef gewoon even mee Illustrator op de iPad. Je kan het ook gebruiken met je vinger natuurlijk, maar het is wel optimaler om een Apple Pencil te gebruiken. En eigenlijk op de laatste iPads die er nu zijn, werd overal de Apple Pencil op dat toestel. Dus de LabNine Pro kan je daar zeker bij helpen, mocht dat nog misschien onduidelijk zijn geweest. Ik dank jullie voor jullie aanwezigheid. Ik wens jullie nog een fijne werkdag vandaag op kantoor of thuis. Anyway, ik wens jullie een heel fijn weekend. Hopelijk is het een beetje mooi weer, dat we even naar buiten kunnen gaan om een frisse neus op te halen. En dan zie ik jullie hopelijk volgende week terug in een nieuwe webinar. Is het die van GMG of is het die van XD? Graag bedankt voor jullie aanwezigheid en tot volgende week. Bedankt.